De volgende speler voor DVS TV, en die nu dus ook gewoon in de A-selectie zit, maar al zeker 7 jaar bij DVS functioneert, dat is, wie is dat? Ja, Joran Bakker is mijn naam. Ik ben 20 jaar oud. Ik heb inderdaad al 6, 7 jaar bij DVS gevoetbald en nu de overstap gemaakt naar het eerste. Mooi. En waar kwam je vandaan? Ik woon al mijn hele leven in Voorthuizen, dus ik ben begonnen bij VVOP. Ja, daar eigenlijk tot de D'tjes gevoetbald en daarna in de C'tjes naar DVS gekomen. Mooi. En hier heb je natuurlijk je ontwikkeling meegemaakt, hè? Ja. Dat is wel heel erg mooi. Ja, zeker. En het komt natuurlijk ook gewoon omdat het een super jeugdafdeling is, hè, DVS. Ja, ja, DVS staat bekend om de goede jeugdopleiding en... Ik ben gevraagd door DVS om hier te komen en de eerste paar trainingen merkte ik al meteen het verschil van de intensiteit en gewoon hoe de jongens erin gingen. En ik heb eigenlijk niet getwijfeld om te komen toen. Dus, Alleen maar in selectieteams gevoetbald? Ja. Jo 15, Jo 17, Jo 19. Klopt. En vervolgens onder de 23. Ja, en daar 20 doelpunten erin gekegeld? Ja, vorig jaar tweede seizoenshelft in de eerste divisie had ik 14 goals in 11 potjes. Dus toen ging het wel lekker. En, dat is een lekker gemiddelde, ja. Ja, zeker. En andere jaren ook best wel veel goals gemaakt altijd. Ja. Dus, en je bent ook nog aan het studeren? Ja. Klopt, in Tilburg. En, Tilburg, ja. Man. De Universiteit van Tilburg, ja. Ja. Nee, ik ga nu mijn laatste jaar alweer in, dus van mijn bacheloropleiding. En dan daarna wil ik nog een master gaan doen, dus nu nog, als het goed is, 2 jaartjes als de planning goed loopt. Ook nog een paar uurtjes op de Tilburgse kermis geweest, of niet? Nou, met carnaval ben ik, is wel gezellig daar. Want, dus, die stad die staat er wel onbekend. Ja, zeker. En we hebben een hele mooie poptempel. Ik ben daar een keer naar een concert van Bonnie Raitt geweest. Die ken jij helemaal niet, nee, maar echt supergoed. O13 of zo heet het. Prachtige poptempel. Maar goed, A-selectie. Een maandje nu achter de rug. Lekker? Ja. Tempo, het is echt goed tempo en mooi niveau. En je merkt gewoon inderdaad dat je altijd wat extra's moet geven om goed mee te kunnen doen. Dus, En geniet je daar ook van? Ja, tuurlijk. Het is wel prestatievoetbal, maar je moet ook gewoon blijven genieten van het spelletje. Dus, En je wordt goed opgevangen ook? Ja, absoluut. Ja, mooi. De jongens die vangen me goed op en helpen me bij bepaalde dingen. Dus dat gaat allemaal goed. Helemaal top. En uiteindelijk ben je voorhoedenspeler, linksbuiten. En wat zag ik dinsdagavond? Zeg het maar. Ja, een wedstrijdje op linksback. Ja, de trainer wilde graag dat ik daar een wedstrijdje speelde. En er waren ook een paar blessures. Dus als het zo uitkomt, dan vind ik dat prima om dat in te vullen. Is dat een goede optie, eventueel? Ja, het liefste speel ik gewoon in de voorhoede. Ja. En eventueel nog op 10. Maar wat ik zeg... Van achteruit kun je ook heerlijk opstomen, hè, natuurlijk, of niet? Nee, tuurlijk. Ja, je kan het zelf zo invullen dat je alsnog wel aanvallend speelt. Maar dat is ook wel een beetje hoe de wedstrijd loopt, natuurlijk. Ja. Dus, nee. Ik vond het, waar ik het meest al genoten heb, het was de eerste actie in de tweede helft, dat Maurice de Ruiter jou probeerde te passeren en daar had het geen schijvenkans. Je pakte hem gewoon de bal af. Ja, daar zat ik goed tussen. Dus, daar zat je echt goed tussen. Ja. Verder, de eerste helft misschien iets te veel ruimte weggegeven, klopt dat? Ja, het was moeilijk. Spakenburg die stond best wel goed met een speler helemaal aan de buitenkant en eentje die aan de binnenkant komt. En dan als back word je een beetje in de keuze gezet. En dan moet je inderdaad gaan kiezen van ga ik naar buiten of blijf ik naar binnen. Dus dat is altijd wel lastig. Ja. Toch zag ik wel in de loop van de wedstrijd dat je eraan gewend raakte. Patrick Loenen kwam natuurlijk ook zo nu en dan eens eventjes naar je toe van denk daaraan. Ja. Vond je dat zelf ook? Ja, ik heb er natuurlijk nog nooit gespeeld. Ik heb altijd eigenlijk in de voorhoede of op het middenveld gestaan. En dan, zo'n backpositie is dan wel weer even wennen. En als je dan de eenmaal speelt, dan ga je wel dingen herkennen. Maar het was nu nog zo, in één wedstrijd kan je nog nooit alles onder de knie hebben natuurlijk. Maar,
Maar graag net zoveel mooie doelpunten als dat eerste doelpunt tegen Jong Sparta. Graag, ja. Graag, ja, Joram. Dat hoop ik ook, ja. Ja, ja, dat zou wel heel lekker zijn, hè? Zo lekker in de korte hoek, zo... Ja, die zat er goed in. Zeker. Ja, die zat er lekker in. Ja. Hey, ik wens je namens DVS TV, namens alle supporters, een fantastisch mooi jaar tegemoet. Heb geduld, ook als je eventueel wisselspeler bent of wat dan ook. Want ik zie grote mogelijkheden voor je. Ja, dank u wel. Oké.